de eerste regel van vampier zijn. Je hoektanden moeten altijd brandschoon zijn. Ah! Wat is daarmee aan de hand? Echt niet? Het is een zeemeermin. Ja, en ik denk dat ik echt wat hulp nodig heb. Ik heb ook iets nodig. Bloed. Zeker, hier ga je. Ik ben klaar. Eeuw, je komt net uit het toilet. Dat is niet erg hygiënisch. Nou, het is maar goed dat ik wat ontsmettingsmiddel bij de hand heb. Het diner is geserveerd. Dit is heerlijk. Wauw, ik heb nu hoektanden. Cool. Oké, Kim, volg mij nu. Ontmoet me in mijn badkamer. Zeker, ik kom er via de waterglijbaan. Laten we gaan. Het is een beetje nat, maar het gaat zeker snel. Oké, dat is waarschijnlijk mijn halte. Welkom in je nieuwe kamer, Kim. Doe alsof je thuis bent. Je kunt wel een warm bad gebruiken. Voelt goed, hè? Nou, het wordt nog beter. Het enige dat nodig is, is wat schuim, een beetje glitter en... Wauw, Skyler, dit is gewoon magisch. Geen magie hier, alleen cosmetica. Nou, laten we je gewoon schoonmaken. Bekijk deze shampoo eens. Het is het merk Blood Volume. Ooit van gehoord? Hiervoor hebben we veel schuim nodig. Man, makeovers voelen zeker goed. Wacht, waar komt die stank vandaan? Wat? Oh, bedoel je mijn staart? Ja, hij is een beetje vies, denk ik. Dat gaat helemaal niet. Maar je hebt geluk. Ik weet precies wat ik moet doen. Ben je klaar? Laten we dan aan het werk gaan. We hebben een borstel nodig voor deze klus. Al dit vuil maakt geen schijn van kans. Wauw, kijk maar naar mijn staart. Het is eindelijk weer schoon. Oké, vriendin, het is tijd om je uit het bad te halen. We hebben veel werk voor de boeg. Oké, Kim, dit is mijn kamer. Gezellig, toch? Oh, juist. Doe de groet aan Annie. Skyler, wat? Heb je een zeemeermin in ons huis binnengesleept? Kalm aan, Annie. Het is Kim. Ze is ook een vampier. Nou, blij je te ontmoeten, Kim. Weet je, die puistjes staan je echt niet. Maar ik heb een idee. Bekijk die antipuistjespleisters. Ze zullen het geweldig doen. Je moet nog even geduld hebben en... Tadaa! Je huid is nu zijdezacht. Wat hebben we hier? Het is een parel, Annie. Hoe werkt dat eigenlijk? Laten we het halen, Skyler. Oh, zo mooi. Die kunnen we ook goed gebruiken. Laten we het gebruiken om deze haarspel te versieren. Het is simpel en elegant. Dit is voor jou, Kim. Nou, hoe zie ik eruit, meiden? Niet erg goed, bestie. Dit werkt ook niet, Kim. We moeten ontharen. Het is een heel eenvoudig recept. Verwarm gewoon de was. Meng het goed en... Oh, maak je niet zo druk, Kim. Annie en ik zijn er al tijden mee bezig. Nou, ben je klaar? Oh! Je hebt het gedaan, bestie. Maar we zijn nog niet klaar. Het is tijd om mijn pincet tevoorschijn te halen. Nou, blijf stilzitten. Dit wordt lastig. Ah, ah. Niet doen, Kim. Oké, we zijn klaar. Tjoe! Niet slecht. We kunnen dit gebruiken. Oh, Kim. Vampieren en snorren gaan niet samen. Dus je kunt je snorharen vaarwel kussen. Wat is er, Skyler? Huh? Wat is er aan de hand, meiden? Denk jij wat ik denk? Oh ja, laten we feesten. Ach, moeten we dit echt doen? Mijn snor is geen speelgoed. Ach, doe niet zo stom, Kim. Oeps, mijn fout. Ja, dat is nog eens hard ontharen. Hé, het werkte echt. Ik hou ervan. Oh meiden, ik word met een minuut mooier. Nou, er is nog een lange weg te gaan. Laten we voorlopig je oren schoonmaken. Zeker, bestie. Oh, ben je al klaar? Ik weet het niet, Kim. Je hebt een ernstige verstopping daarbinnen. Uh-oh, help! Ik ben er voor je, bestie. Kom op. Oh ja, dit is veel beter. Wacht even, meiden. Er zit nog iets anders in. Een hengel? Echt? Oké, jullie twee. We hebben dit nodig. Ach, heb je ooit je oren schoongemaakt, bestie? Het zal wel. We komen er samen uit. Laten we de deal sluiten met een paar mooie oorbellen. Man, ik heb zeker dorst. Ik zou een heel mens kunnen drinken. Hé, stil. Eten moet niet zo spraakzaam zijn.
Oh, kijk nou eens, Skyler. Mmm, ruikt goed. Heerlijk. Er is niets lekkerder dan verse vis als ontbijt. Is dat niet zo, meiden? Oh, iemand, open het raam. Dit is gewoon te verschrikkelijk. We moeten onze maaltijd uitstellen. Iemand, help! Hou je mond open, Kim. Oh, dat is onverwacht. Je tong is zo groot. En zo smerig. Daar zal ik voor zorgen, Annie. Hier hebben we veel tandpasta voor nodig. Laten we opschieten en al dit vuil verwijderen. Daar gaan we. Kristalhelder. Eeuw, ik wou dat ik die aanblik ooit kon vergeten. Heel erg bedankt, jullie twee. We zijn nog niet klaar, Kim. Nu is het tijd om je hoektanden te poetsen. Op zulke momenten kan een monddouche zeker van pas komen. Dat is beter. Mooi en parelwit. Kim, wat is er met je nagels? Dit is een cosmetische ramp. Het zal wel. Daar zorgt de schaar voor. Wat? Hoe? Ik heb een beter idee, jullie twee. Ga aan de kant, iedereen. Woehoe! Uh-oh, dat is onverwacht. Die klauwen zullen niet zo gemakkelijk gaan, weet je? Oh, dat zullen we zien, schat. Laten we gewoon geen overhaaste dingen doen, oké, Annie? Je komt hier niet onderuit, bestie. We hebben een speciaal bad voor je klaarstaan. Maak je geen zorgen, piranha's bijten niet zo vaak. Wauw, het werkte echt. We zijn nog niet klaar, Kim. Het is tijd om wat kleur toe te voegen. Groen? Oh, dat is mijn favoriet. Zullen we een mooi maritiem ontwerp gebruiken? Dat is een geweldig idee, Annie. Het is perfect. Nu moeten we gewoon iets aan je haar doen. Eerlijk gezegd zou het gemakkelijker zijn om het gewoon af te scheren. Kom op, het enige dat we hiervoor echt nodig hebben is een borstel, meiden. Oké, laten we kijken. Wat hebben we hier? Een kist? Het lijkt erop dat ik een schat heb gevonden, jullie twee. Wat zit erin, vraag ik me af. Wauw, het is een echte cosmetische schat. Wat gaan we ermee doen? Je gaat het ontdekken, Kim. We gaan je een totale imagoverandering geven. Ik vind violet echt bij je passen. Heb even geduld, bestie. Oké. Ben je er klaar voor? Je ziet er nu geweldig uit. Ondertussen werk ik aan je krullen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Strassteentjes mogen niet ontbreken. Die zijn helemaal in dit seizoen. Oh, ik lijk precies op de modellen op de tijdschriftomslagen. Ik denk dat je makeover eindelijk compleet is. Oh man, is alles oké, Kim? Huh? Oh ja. Oké, luister. Geen schelpen toegestaan, oké? Laten we die hamer voorlopig niet gebruiken, Skyler. Geloof ons, Kim. Dit is serieuze high-tech. Weet je zeker dat het niet gevaarlijk is? Natuurlijk niet. Kijk eens naar jezelf, Kim. Nou, tijd voor je make-up. Laten we eerst aan je huidskleur werken. Tot nu toe gaat het goed. Laten we zo doorgaan. Goede contour is erg belangrijk. Kijk en leer. Nou, laten we een beetje glans toevoegen. En ook wat lichte blush. Oh, ik weet wat er daarna komt, Annie. Ik hou van felle kleuren in mijn make-up. Goed gedaan, Kim. Je leert snel. Maar we waren de lippenstift bijna vergeten. Dat is veel beter. Maar je kunt nooit te veel glans hebben, toch? Dus laten we de glitter erbij halen. Nou, meiden, hoe zie ik eruit? Je ziet er geweldig uit, Kim. Absoluut verbluffend. Oké, allemaal, tijd voor een danspauze. Zet het volume hoger. Samen heersen we over de dansvloer. Ga door en heb plezier, meiden. Het is jammer dat ik niet hetzelfde kan doen. Je kunt niet dansen zonder benen, weet je? Nou, dan veranderen we je staart in poten, Kim. Ik heb hier een oud toverdrankrecept. Wel, laten we eens kijken. Aha, ten eerste zeemerminsnot. Hier gaan we. Kom naar mama. Laten we nu wat fenixveer toevoegen. En wat cyclopsogen. En hier komt een speciaal gemaakte smoothie. Speciaal voor jou, Kim. Ah, hoeven? Dat is niet wat ik wilde. Help me. Wat? Uh-oh, het lijkt erop dat ik een fout heb gemaakt. Oh, dat klopt. Ik was het vergeten. We hebben ook zeemermin liphaar nodig. Alsjeblieft, Kim. Geen verrassingen deze keer.
Hé, het is best goed. Oh, ik kan het niet geloven. Ik heb benen nu. Ah! Gaat het, bestie? Ik kan er niet op lopen. Geef me mijn staart terug, Skyler. Zeker, Kim. Vanaf nu heb je tenminste echt schattige schubben. Dat lijkt er meer op. En hier komt die nieuwe outfit, Kim. Laten we opschieten en het proberen. Zo stijlvol. Ik ben er dol op. Vergeet je nieuwe ketting niet. Hiermee ben ik eindelijk klaar om de hele oceaan aan te pakken. Nou, ik denk dat dit voor nu vaarwel is. Tot ziens, Kim. Ons toilet is altijd open als je langs wil komen. Oh, Annie, dit is allemaal zo ontroerend. Wauw, is dit wat populair zijn is? Goedemorgen iedereen. Auw! Geweldig, het lijkt erop dat alle ogen weer gericht zijn op het rijke kind Kim. Niet filmen, haal die camera's hier weg. Ben je doof? Oh, je hebt zo'n perfecte opname verpest. Kan ik je handtekening krijgen, alsjeblieft? Ah ja, blijf van haar af. Oh, ik ben die fan zo zat. Arme Mabel, vandaag is gewoon niet haar dag. Wauw, waar ging dat allemaal over? Uw aandacht alstublieft. Bereid jullie voor om wetenschappelijke projecten te presenteren. Ik hoop dat jullie je huiswerk gedaan hebben. Laat zien wat je hebt. Ik heb deze Broke Vision VR headset gebouwd. Waarom ben ik niet verrast? Wat een troep. Nou, laten we deze kartonnen uitvinding testen. Kijk, ik heb een snack gevonden. Hou wat kleingeld over alsjeblieft. Ja, ik ben omringd door mensen. Eeuw, wat een nachtmerrie. Wat is er gebeurd, mevrouw Penny? Waar heb je dat gezien? Hou dat ding uit mijn buurt. Kim, jij bent de volgende. Maar geen verrassing meer, alsjeblieft. Aanschouw de Cash Blaster 3000. Het nieuwste model. En wat doet hij? Dat zul je wel zien. Hou deze citroen voor me vast. Eén schot en... presto! Oh, geweldig. Gewoon weer geweldig. Geef hem even. Hé, hey, voorzichtig daarmee, mevrouw Penny. Wauw, wat gebeurde er? What? Zit stil, ik maak een foto. Wauw, holy moly, ik ben rijk. Wat een show. Wat kun je anders verwachten van het rijkste meisje van de school? Zie je dingen? Of is mevrouw Penny net gek geworden? Zoveel mooi, zoveel geld. Ik ben zo gelukkig. Hey. Het lijkt erop dat de les voorlopig voorbij is. Jack ziet er zo dromerig uit vandaag. Oh nee, dat doe je niet, maatje. Hij is van mij. Dat zullen we nog wel eens zien. Niemand kan mijn ultrarijke luchtkus weerstaan. Hey Jack, vang! Ik moet haar tegenhouden. Jij, nerd, ga daarheen. Heb je het tegen mij? Auw. Auw, dat doet pijn. Wauw, een kus van het mooiste meisje van onze school. Wat heb je gedaan? Je hebt alles verpest. Ik hou van je, Kim. Waar ga je heen? Auw, mijn hoofd. Hé, hey, wat ben je van plan? Hé, hey, vang mijn luchtkus, lieverd. Bleh, dat wil ik niet. Mabel's goedkope luchtkus is lang niet zo sterk. Help, ik denk dat het besmettelijk is. Ga in de gevarenpot. Hé, hey, je breekt echt mijn hart. Wauw, dat is slecht. De kamer van een rijke student kan alleen geopend worden met een handscanner. Zo gemakkelijk als wat. Big deal. Wat dan ook. Ondertussen kan de kamer van een arme student nauwelijks geopend worden. Maar dat is geen probleem voor Mabel. Goed dat ik deze cracker bij me heb. Lekker. 1, 2 en ik heb mijn sleutel. Een broodlokpik heeft me nog nooit in de steek gelaten. Oh nee, wat een verschrikkelijke rotzooi. Ja, ik kan me niet ontspannen op zo'n plek. Nou, het is tijd om op te ruimen. Oké. Kim is rijk en kieskeurig. Ze haat rommel. Oh, zoveel stof. Tijd om de schoonmaker te bellen. Eén druk op de knop en haar kamer is in een mum van tijd schoon. En terwijl ze opruimen, kan ze naar haar favoriete zender kijken. Tjoem tjoem. Maar de arme Mabel heeft het erg moeilijk. Neem je me in de maling. Ik ben al uren bezig en ik heb nog geen deuk gemaakt. Ik hou niet meer van mijn manicure.
Ik sta tot uw dienst, mevrouw Kim. Eeuw, ik kan niemand mijn nagels laten zien. Die handschoenen zullen helpen en ik plak ze vast voor de zekerheid. Genoeg, zoek een outfit voor me uit. Meteen! Oh, okay. Het moet elegant en smaakvol zijn. Vind je deze jurk mooi? No. Nee, te luchtig. En deze is te glanzend? Eindelijk, deze is precies goed. Eeuw, ik moet me echt omkleden. Maar ik heb niet veel om te kleden. Het is maar goed dat Memo van naaien houdt. Gewoon een paar steken en haar shirt is zo goed als nieuw. Kim is helemaal opgefrist en klaar om haar dag te beginnen. Ondertussen blijft Mabel nauwelijks wakker. Eindelijk is het tijd voor de lunch. Hoe eet ik deze kleine dingen op? Oh, ik weet het. Een vergrootglas en een pincet. Dat is alles wat je nodig hebt voor een klein hapje. Terwijl onze arme student haar kleine maaltijd eet, leeft onze rijke meid op. Uw sushirol, mevrouw Kim. Plotseling heeft Mabel een geweldig idee. Laten we de pizza gaan vissen. Wauw, ik ben hier geweldig in. Huh? Dat is raar. Ons arme hongerige meisje kan er niks aan doen. Het zal wel. Niemand zal merken dat er een paar plakken ontbreken. Uh-oh, Houston, we have a problem. Tijd om die dief een lesje te leren. Dit is de laatste, ik zweer het. Oh, behoorlijk zwaar. Oeps, je zit in grote problemen, mevrouw. Ik was het niet. Wat? Je kan niet weglopen als je zo vol zit. Je kan niet missen dat je favoriete artiest live speelt. Voor niks. Hello. Kim is rijk. Ze krijgt een VIP-behandeling. Okay. Een momentje, mevrouw. Hey. Wegwezen, kinderen. Dit is een privéfeest. Alleen VIP-toegang. Maar Mabel heeft ook gespaard voor een kaartje. Kun je niet lezen? Alleen VIP's. Is dat niet Hailey Bieber daar? Waar? Leuk geprobeerd. Zo makkelijk kom je niet langs mij. Dames en heren, dit is de ongelooflijke Jessica Green. Ik wil graag mijn favoriete liefdesliedje spelen. Saai, speel iets anders. Mijn liefde. Oh ja, natuurlijk. Alles wat je wilt. Je betaalde voor de kaartjes. Wie is daar? Oh, kijk eens naar lieverd. Oh, wow. Kom hier. Werkt elke keer. Yes! Niet zo snel, Missy. Verdorie, weer gestopt. Oh. Een rijk meisje als Kim is moeilijk te plezieren. Ik huil terwijl ik uien schil. Vind je het niet leuk? Wat dacht je dan van dit? Geen trucs, pure echte magie. Boe! Saai! Oh, agent 7, kijk goed uit. Tijd voor je lunchpauze. Ik neem het van je over, vriend. Bedankt, man. Ik ben uitgehongerd. Perfect, ik doe mee. En ik heb zelfs wat snacks gescoord. Je bent geweldig, Jess. Oh, ik wil eigenlijk dat jij de harp speelt. Wakker worden, mevrouw Penny. De bel ging net. We zijn precies op tijd voor de aardrijkskundeles. Dit is een Egyptisch zand. Hoe interessant. Mag ik eens kijken? Wauw, oude farao's raakten dit zand aan. Ik denk dat we wat tests moeten doen. Ik wist het. Dit zand is kattenbakvulling. Oeps, op hete daad betrapt. Denk aan je gedrag, Mabel. Kim, wat heb je? Kaartjes voor een wereldreis. Wauw, ik wil de Malediven bezoeken. En u bent uitgenodigd, juffrouw Penny. Ik kan mijn ogen niet geloven. Dus wat als het kattenbakvulling was? Oh, wees niet verdrietig. Jij bent ook uitgenodigd. We gaan op een luxe avontuur. Oh, wauw, het is de Eiffeltoren. Laten we gaan, kinderen. Tijd voor een Big Bang selfie. Wauw, het is behoorlijk warm hier. Dat is de hele reis. Dit was geweldig.
ultra-rijke student krijgt een 10+. Mabel doet het ook geweldig. Ze heeft 3 nieuwe souvenirs. Ik hou van reizen. De schoolpresidentverkiezingen zijn in volle gang. Stem op Mabel, iemand wie dan ook. Oh, een appel. Ziet er heerlijk uit. Eeuw, vies. Kijk eens aan iedereen, het is ongelofelijk. Hé, waar gaat het allemaal over? Wow. OMG. Laat me erdoor. Ga uit mijn weg, ik wil kijken. Ik moet dingen zien, toch? Het privékuuroord van een rijke student. Absoluut ongelofelijk. Nou, directeur Spencer, hebben we een deal? Natuurlijk. Gefeliciteerd, Miss Student President van Troom School. Nee! Het is niet eerlijk. Mabel? Mabel, ben je in orde? Goedemorgen, Kim. Opstaan. Vandaag is je verjaardag. Geweldig. Laten we beginnen met een kleine renovatie. Een luxe feest heeft luxe decoraties nodig. Tijd om een jurk uit te zoeken. En de jarige is er helemaal klaar voor. Ik ben zo blij om jullie te zien. Laten we feesten. Vandaag is ook een grote dag voor onze arme Mabel. Haar verjaardag helemaal alleen vieren? Niks bijzonders. Zelfs de verjaardagstaart kan haar niet opvrolijken. Oh, het lijkt erop dat haar lichten ook uitgaan. Wacht even, wat is het voor geluid? Gefeliciteerd, lieve Kim. Hoor ik dingen of komen deze geluiden uit de kamer hiernaast? Dit is het beste feest waar ik het hele jaar ben geweest. Verdorie, het leven kan soms echt oneerlijk zijn. Wauw, wacht even. Wat is er aan de hand? Zijn we aan het overstromen? Laten we eens kijken. Hey. Waar ga je heen, Kim? Eens kijken waar dit toe leidt. Mabel, heb je letterlijk een rivier geroepen? Wat is er mis? Vandaag is het ook mijn verjaardag. Volg mij. Jongens, meiden, zeg hallo tegen mijn vriendin Mabel. We zijn vandaag dubbeljarig. Vergeet niet de wens te doen. Yay! Oh, ik vergat bijna je cadeau. Hier, Kim. Bedankt, lieverd. En nu, lachen voor de verjaardagselfie. School begint altijd op dezelfde manier. Onze kleine nerd Kim ziet er geweldig uit met een snor. Maak je klaar, meiden. Laten we onze sterleerling begroeten. Kijk haar eens aan. Ben je het niet beu om gepest te worden, Kim? Blijf hier nog even hangen. Stop met mij te filmen. Jij bent de ergste. Wat dan ook. We gingen toch weg. Ons mooie meisje Kylie heeft ook een slechte dag. Een 1 op haar test. Haar ouders zullen niet blij zijn. Ze kan haar zakgeld vaarwel zeggen. Kylie, dat is niets. Geef me even de tijd om dit op te lossen. Hier, en ga nu weg. Ik ben verdrietig. Wauw, Kim, je bent een genie. Ik help jou ook. We geven je een makeover. Vertrouw me. Welkom, bestie. Doe alsof je thuis bent. Ik kan mijn ogen niet geloven. Wauw, je hebt zoveel prijzen gewonnen. Hey, waar ben je? Je goede vee is hier. Laten we je allemaal mooi en soepel maken. Dat is een beetje lastig. Maar er wachten nog meer verrassingen op Kylie. Wauw, ze heeft haar werk klaar voor haar. Het is een cosmetische complexiteit. Oké, Kim, ben je klaar? Het doet geen pijn, ik zweer het. Ach, kom op. Geen verrassing. We hebben een andere aanpak nodig. Nu is dit een hulpmiddel waarop we kunnen vertrouwen. Nee, Kylie, niet doen. Wees niet zo bang. Het is helemaal niet slecht. Nu zijn je wenkbrauwen perfect en je snorharen zijn verdwenen. Bedankt, bestie. Ik wil een snack. Is dat goed? Frisdrank? Dat is verschrikkelijk voor je gezondheid. Oh, en wat is er met je tanden gebeurd? Wil je ook een snoepje, Kylie? Geen snoep meer. We hebben dingen te doen. Laten we voor je tanden zorgen.
Dat is beter. Binnenkort zal Kim een perfecte glimlach hebben. What is that? Dat is een beetje te veel, vriend. Je moet dagelijks je tanden poetsen. Hé, maak je niet druk. Ik ga dat gewoon afmaken, oké? We zijn nog niet klaar, Kim. Focus. Doe je mond open. Geen gemaar. Met onze nieuwe gadgets hoeft schoonheid niet langer opgeofferd te worden. Een perfecte winnende glimlach. Verbazingwekkend. Het is ons gelukt, Kim. Er is nog één ding. Oh, Kylie, ik wil zien. Dat is een beetje te veel schoonheid. Laten we dit spul verwijderen. En nu is het tijd om aan de puistjes te werken. Kom op, kom op. Wauw, wat een spray. Dit gaat niet, bestie. Je hebt mijn spiegel verknoeid. Kom op, Kylie. Ik ben een meester in het verwijderen van puistjes. Geen sprake van, Kim. Je kunt in plaats daarvan deze elektrische puistjes laten knappen. En ik zal voor de echte zorgen met een porivacuüm. Wonderen van de wetenschap verslaan elke dag magie. Helemaal klaar. Nu gebruiken we een masking stick om de meeeters te verwijderen. Niemand houdt daarvan. Oef, dat was een uitdaging. Maar nu herken je Kim amper. Hey, bestie, ben je hier? Ik heb het druk. Oh nee. Zulke vreselijke wallen. Nee, we moeten kalm blijven. Geef me dat even, Kimmy. Tijd voor wat verfrissende patches. Zit stil. Oh, we zijn nog niet klaar. Probeer dit masker eens. Oh, ik vind het geweldig, Kylie. Ik ben als een poes. Miauw. Tijd voor een kleine pauze. Na zoveel hard werken heeft Kylie een paar minuten rust nodig. Hoe gaat het, Bobo? Hey, wat ben je aan het doen? Uh-oh, we kunnen dat niet hebben, Kim. Laten we ons scheermes pakken. Niet dat het zal helpen. Deze haren zijn gewoon te taai. Stil, Kim. Dit zal helpen. Alsjeblieft niet, Kylie. Maak je geen zorgen, bestie. Grapje. In plaats daarvan zullen we de was gebruiken. Dat zorgt zelfs voor het meest koppige haar. Ziet er smakelijk uit. Dit is geen fondue. Wat? Zie je? We zullen was aanbrengen op alle probleemplekken. En nu voor het koele gedeelte. Oh, een bijt op deze appel. Perfect. Laten we beginnen. Zie je? Zo gemakkelijk. Hey, Kim. Alles goed? Ik zal het je nooit vergeven. Doe zoiets niet nog eens. Kim, je bent geweldig. Een penseel is precies wat we nodig hebben. Tijd om je een geweldig kapsel te geven. Wees niet boos. Prima, Kylie. Kom op. Ga zitten, bestie. Laten we eerst de staartjes verwijderen. Ze zijn zo uit de mode. En laten we nu deze puinhoop ontwarren. Alweer, Kim? Echt? Het zal wel. Het is maar een klokhuis. Dat is genoeg, Kim. Nu, hoofd naar beneden. Laten we dat allemaal uit je haar schudden. Nu is haar haar eindelijk schoon. Maar die geur, walgelijk. We gebruiken een droog shampoo spray en frissen de boel op. Gewoon sprayen en het haar kammen. Zo simpel is het. Laten we even de tijd nemen om de resultaten te bewonderen. Elk kapsel kan worden verbeterd met wat kleine krullen. Laten we aan het werk gaan. Gelukkig hebben we deze handige haarrollers. Zo simpel is het. Terwijl we wachten tot de krullen intrekken, kunnen we aan Kim's make-up werken. Vanaf nu geen bril meer, Kim. Je zult nu contactlenzen dragen. Wauw, Kylie, je bent hier geweldig in. En we zijn nog niet eens klaar. Laten we wat gezichtsserum aanbrengen en volg het op met een zachte massage.
Sleep gewoon de gua sha schraper over je massagelijnen. Ziezo. Probeer het nu zelf. Je hebt gelijk, bestie. Het is zo gemakkelijk. Wat staat er nu op ons schema? Laten we werken aan een gelijkmatige huidskleur. Je smeert de huidcreme het beste uit met een make-up sponsje. Je huid gaat stralen, bestie. Vind je het leuk? Wat heb je gedaan, Kylie? Waar zijn mijn wenkbrauwen gebleven? Geen zorgen, we zullen ze nu tekenen. Met deze stencils kan iedereen het. Nog een paar potloodstrepen en de wenkbrauwen zijn klaar. Dit lijkt er meer op, Kylie. Ik doe de eyeliner zelf. Ik ben hier goed in, geloof me. Nou, hoe is het? Schat, je hebt veel te leren. Gebruik gewoon een sjabloon en het komt goed. Met deze gadget zou zelfs een totale nieuweling het kunnen. Ideaal! Het is tijd om dit naar een nieuw niveau te tillen, Kim. Het is tijd om je wimpers te krullen. Oh, ik weet hoe dat moet. Nou, Kim, dit is voor je wimpers. 1, 2 en klaar. Zullen we nu een mooie foxy look doen? Super simpel. Gewoon uittrekken en plakken. Wil je het eens proberen? Heb je mijn lipfiller genomen? Hier, ik zal je helpen. Wat is er met mijn lippen gebeurd? Help, Kylie! Geen paniek. 1 seconde. Het is hier ergens. Oh ja, hier. Gebruik deze balsem. Tijd voor het oogschaduwpalet. Slechts een paar streken en... Oh, lieverd, je ziet er ongelooflijk uit. Vergeet de lipgloss niet. Wauw. We hebben het echt gedaan, Kylie. Duh, bestie. Ik ben hier een pro in. Laten we nu de rollers verwijderen. Maar dit kapsel is nog steeds een beetje saai. Kylie weet precies hoe ze het moet opfleuren. Kim, we moeten je laten stralen. Wauw, ziet er spannend uit. Wacht maar tot je ziet wat het kan doen. Het enige wat je hoeft te doen is een duwtje in de rug geven en... Ah, het is geweldig! Nou, naar de kleedkamer. Volg mij, Kim. Je kunt alles kiezen wat je wilt. Echt? Ik wil dit! Nou, hoe zie ik eruit? Als een kerstboom, bestie. We hebben deze veren niet nodig. Laten we ook je oude outfit afschaffen. Oeps, wat moet ik nu doen, Kylie? Ik ben zo terug. Ga nergens heen. Wat te kiezen. Maar Kim heeft de jurk van haar dromen al gevonden. Zolang je gelukkig bent, schat. Het is nu van jou. Wat? Wauw. Je ziet er prachtig uit, Kim. Wacht, wat is dat daar? Soms kun je overdrijven met de schoonheidstricks. Nou, het overkomt de beste van ons. We gaan verder, Kim. Je hebt schoenen nodig. Hier. Bedankt, Kylie. Goud is mijn favoriete kleur. Auw, hoe loop je eigenlijk op hakken? Ah, wie schudt de kamer? Ik val. Laat me je een handje helpen. Je zult het onder de knie krijgen, over een paar jaar. Maar laten we nu deze oorbellen indoen. Bestie, je bent er helemaal klaar voor. Ga, nu, ga de wereld aan. Tot snel, Kylie. Gisteren nog was Kim alledaags. Maar vandaag is alles anders. Wie is dat meisje? Is ze nieuw? Nee, ik denk dat dat Kim is. Hallo jongens, hoe gaat het? Kim, mag ik de eerste zijn die om je handtekening vraagt? Zeker. Sorry jongens, ik ben te laat voor mijn wiskundeles. Goed gedaan, Kim. Je bent mijn beste leerling. Je hebt mijn leven gered, Kylie. Echt niet, koningin. Laten we in plaats daarvan een selfie maken.